Defensie minister Krishna Kumari Matura betitelt de decembermoorden als een nationale tragedie die Suriname in 40 jaren niet heeft losgelaten. Matura sprak gisteravond tijdens de herdenkingsdienst van de 8 decembermoorden in de Sint-Alfonsiuskerk. De bewindsvrouw merkt op dat misdaden nooit ongestraft mogen blijven. Gevoelens van diep verdriet, van ongeloof, van angst, van onveiligheid, onmacht, onrechtvaardigheid hebben we met elkaar in de 40 jaren en zeker rond deze tijd gedeeld. Deze gevoelens hebben niet gemaakt dat de zoektocht naar de waarheid, naar gerechtigheid, naar de antwoorden op de vele vragen toen en nu nog steeds is gestopt. De bloemenhulde en de jaarlijkse herdenking bewijzen volgens Matura dat er nieuwe strijders zijn opgestaan binnen de natie. Faye Heath, de jongste kleindochter van Cyril Daal, een van de 15 vermoorde mannen, zegt zich af te vragen hoe haar leven eruit zou zien als haar grootvader nog in leven was. Ik heb mijn opa niet gekend, omdat hij nog voor ik geboren werd, is vermoord. Alles wat ik van hem weet, komt van mijn moeder en mijn zus, die mij heel veel hebben verteld over hem. En ook wat ik natuurlijk heb gelezen. Hoe zou mijn ideale wereld eruit zien vandaag als mijn opa er nog zou zijn? Hij zou nu 86 jaar zijn. Zie je hem voor je? Ik denk dat hij nog een afro zou hebben. Wel iets grijzer, maar nog steeds heel veel haar. Misschien iets dikker, een klein buikje, want hij hield van lekker eten. Toen hij leider was van de vakcentrale De Moederbond, kookte hij elke zaterdag voor zijn collega's. Mijn opa wist wat het was om voor anderen te zorgen. Dat heeft hij thuis ook gedaan voor zijn broertjes en zusje. Dus het was normaal om als vakbondsleider dat ook voor anderen te doen. Minister Matura zegt dat wanneer de rechtsorde op een zodanige wijze is geschaad, zoals op 8 december 1982, waarbij 15 vooraanstaande Surinamers zijn vermoord, waarheidsvinding de enigste manier is om dit te herstellen. De bewindsvrouw benadrukt dat een ieder zich moet houden aan wet en recht en er geen uitzonderingen gemaakt moeten worden, omdat wet en recht aan de basis van de geordende samenleving staan.